Hallo mensen, welkom terug in Personal Architect. Het spijt me, maar de vorige video die ik hiervan heb opgenomen, die is jammer genoeg met de opname fout gegaan. Ik weet niet wat er is fout gegaan, maar ik heb alleen maar een zwart scherm en mijn stem. Dus daardoor zijn er een paar dingetjes die dus al gebeurd zijn. Eén daarvan is de parole room. Ik heb nog niemand hier gezien, zeg maar dit is een nieuwe feature van de laatste update. Als nu een prisoner weggaat, moet hij eerst door de parole room, zeg maar, voor te kijken of hij toch nog een straf moet krijgen, zoiets. Ook heb ik in de vorige video, die jullie dus niet te zien krijgen, uitgevonden, zeg maar, hoe een remote door werkt. Dus die ga ik op meerdere plaatsen nu toevoegen. En wat ik vandaag graag wil gaan doen, is dat eigenlijk deze holding cell nu eigenlijk weg mag. Dit is omdat ik toch nu gewoon cellen heb. En ik wil vooral ook wat meer cellen gaan maken. Ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik vandaag wil gaan doen. Dus ja, ik begin maar gewoon met de holding cell weghalen. Nou, ik wil dus graag wat meer cellen gaan maken. Het leek me alleen handig om in plaats van telkens dat zelf zichtbaar te gaan doen, om te klonen. En in de gevangenis waar ik zeg maar dingetjes uitprobeer, waar ik al een beetje verder ben, kan ik al klonen. Alleen daarvoor moet je dus eerst klonen hebben. Ook wou ik vandaag zeg maar gaan zorgen, omdat ik hier zag dat ik elke dag verlies maak. Wou ik dat de gevangenen ook wat geld in de pot zouden brengen. En dat is dus met logistics. Alleen heb ik bureaucracy voor nodig. En dat heb ik gelukkig ook voor intelligence. Dat is iets nieuws. Als ik het zo even snel heb gelezen, kun je dus daarmee uitvinden waar bijvoorbeeld de drugs die ze hebben vandaan komt. Dus daar ga ik die twee dingen ga ik even unlocken. Dus clone en bureaucracy. Bureaucracy. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Clone staat hier. Alleen. Hier staat bij. Prison labor. Allows you to put your prisoners to work around your prison. Cooking, cleaning, etc. Saving you on staff wages, earning you money and teaching your prisoners new skills at the same time. Ik zie dus hier, zeg maar, dit lijkt me wat ik nodig heb. Terwijl er hier staat, you require bureaucracy. Ik kan het echt niet uitspreken. Terwijl bureaucracy is dit. En hier staat dat ook. Maar daar staat clone bij. Dus ja, dat leek me logisch dat dat was. Jammer genoeg moet dit door dezelfde persoon gedaan worden. Dus die ga ik nu ook doen. En dan gaan ze gewoon dat even netjes regelen. En dan ga ik de rest van de dingen regelen. Dus het is nu bijna het einde van de dag, dus dan gaan ze meteen slapen. En als eerste ga ik dus even alle deuren fixen. Hoe lang duurt het voordat je zo'n deur hebt geopmanteld? Jeetje. Mooi. Dan gaan we nu naar objecten. En dan door met twee O's. Zonder A. Remote door. Die zet ik er dan in. En dan volgens mij onder utilities. Door servo. En hier moet ik dan zorgen dat het tandwiel over de deur heen komt te staan. Ik doe het hier ook alvast heen, omdat ik daar in principe ook zo'n deur wil gaan maken. Het mooie van dit systeem is dus dat gewoon hier, zolang er iemand achter deze door control system zit, gaan deze deuren gewoon automatisch open. Er hoeven er dus geen guards naartoe te lopen om de deur te openen.
Wat nogal vervelend kan zijn soms. Zoals dit. Nu moest hij zelfs de deur openen. Oh! Hier is wat. To do, search prisoner. Ja, goed zo. Ga het doen, ga het doen. Wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Goed zo. Wat? Oh, nou ja. In elk geval vraag ik me nu af. Waarom hier niet iemand hoort te zijn. Ja. Oké, daar gaat de guard zo meteen heen. To assign guards to patrols, click on an existing patrol square. Nee, dit wil ik nog niet gaan doen. ja. Als het goed is gaat nu hier een guard toe. Jij mag lekker gaan rusten en dan komt er iemand voor je in de plaats. Hier moet nog een... objecten. Door. Remote door. En dan volgens mij... Oh. Connect. Ja. Ik moet de servo met de... De tafel met de door... connecten. Dus hopelijk kan deze deur zo meteen dicht. Nou ja, werken. Hopelijk werkt die, bedoel ik te zeggen. Blijkbaar is nog niks ontwikkeld. Yes! Het werkt! Oké, dan heb ik tenminste iets gedaan vandaag. Oh ja, dit is omdat het donker is buiten. En daardoor zien ze niks. Ja, dan ga ik even kijken hoe ver mijn klonen zo... Oh. Oh. Yes, het werkte toch. Misschien hebben jullie dat gezien. Of gehoord. Op een gegeven moment klikte ik met de rechtermuisknop of de linkermuisknop. Maakt niet uit. Op clone. Om te hopen dat prison labor voor zou gaan. En dat werkt dus. Dus prison labor wordt nu eerst gedaan. Wat mooi is, waardoor ik geld kan gaan verdienen. En dan mag daarna clone gedaan worden. Ga ik wel nu alvast even extra cellen maken. Met de hand dus. Dus dat is een beetje jammer. Muren van 1, 2... ik pak eerst gewoon even de fundering. Hier zijn allemaal bomen. Natuurlijk wel even op een plekje waar het niet al te veel gaat kosten. Ik ga dan gewoon hier de fundering uitbouwen. Hier is een mooi stukje wat dus mooi is. Oh ja, en hier staat nu logistics. Prison labor. Daar mogen dus wel mensen heen. Maar dit is dus alleen staff only. Verder kunnen ze nergens werken. Maar dan moet ik dat dus even gaan doen. Zal ik dit protected only maken? Nee, alleen minimum security. Dat ga ik deze cellen nog niet maken. Want ik heb ook een supermax en die gaat dan vervelend doen. Ja, ze krijgt het er honger. Ja. Funderingen. Concrete. Dat wil ik ook even hier anders gaan doen. Zodra ze zo uit de cel gaan. Ik heb een beetje OCD, dat klopt. Maar ik begon, volgens mij maakt het ook helemaal niet uit qua kosten. Even kijken. 10. Nee, het maakt niet uit wat kosten. En in het begin had ik dus een concrete. Een brick gedaan. En dat is een stuk minder mooi als concrete, vind ik. Dus ja, ik moet zo dan even hier dit rijtje muur verbeteren. De buitenmuur mag gewoon blijven.
Alleen dit is zeg maar een beetje lelijk, omdat dit echt in het midden van al het concrete is. Dus dat ga ik nu doen. Al deze muren. zo. Materialen, concrete wall. Ja, goed zo. Shit. Shit. Wat gebeurde er? Wow. Oké. Dit gevecht is heel snel gegaan. Bang up. Ja, ik weet dat ze daardoor boos gaan worden. Maar moeten ze maar niet gevechten. Oké, dan ga ik nu even de dokters. Ja, dat gaat hij nu doen. Wie is nog meer? Hij. En hij. En hem. Hopelijk gaat nu iedereen beter worden. Oké. Bang-up is over. Oké. Jezus, er moeten er 5 in solitary confinement. Oké, als eerste moet ik maar even hier de elektriciteit net verbreden. Dat ga ik doen via hier. En hier maak ik even een connectie. Doe dat maar niet, want dan komen er weer gangen. Ja. Dat is nu een beetje een mooie ruimte. En dan ga ik hier even cellen maken. Ja, en dan even deze solitaire cel even afmaken. Shit. Dit is slecht gedesigned van mij. Er moet natuurlijk wel ruimte zijn voor muren. Hier. Zo, en dan nu weer. Rooms. Zo. Ja. Gang, muur. Zo. En dan mag hier een lange muur. Dit. Oh, cloud is nu ook klaar. Fijn. Dan ga ik dat gewoon even doen. Alsnog. Zo. Ja, ik heb hem vanaf een muur gedaan. Zo, dus dit zou ervoor moeten gaan zorgen dat alles qua bedden en deuren en al dat soort shit erin gaat komen. En zo ziet het er ook naar uit. ja, nou. De solitaire cells. Zit er nu ook in? Oh, hij is gereleased. Nou ja, had hij maar niks moeten gaan doen. Ja, ik heb nu eigenlijk alles gedaan wat ik wou doen. De extra cellen zijn nu aan het bouwen. Ik heb de solitaire cell heb ik weg. Deze buitenste deuren zijn nu gecontroled. Ik ga waarschijnlijk nog meer deuren op die manier doen. Maar goed. Ik stop hier het filmpje. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video.